zijn nu op de prachtige locatie Nova Zembla in het kader van ons blok HRM. Om daar de studenten eigenlijk te laten ervaren hoe het is om doelen te stellen met het team, om elkaar te motiveren. Om te kijken welke talenten jij hebt en hoe een ander je daarin kan stimuleren. En ook dat misschien wel eens dingen veel ingewikkelder zijn dan dat je van tevoren denkt. Ik denk dat het prima te doen is. Je moet alleen niet naar beneden kijken, zeggen ze dan. Hè? Is dat duidelijk? Ja. Vragen? Dan gaan we klimmen. Ik vertrouw ze helemaal. De PBM Business Game is eigenlijk een teamactiviteit die volledig in het teken staat van samenwerking, onderhandelen, elkaars kwaliteiten inzien en benutten. En dat doen we allemaal binnen een fictieve onderneming die de studenten hebben opgericht, waarbij ze allerlei uitdagingen aangaan in de vorm van het afsluiten van dynamische contracten. De opdracht is als volgt: maak een film waarbij een van je teamgenoten het meer ingaat en tot zijn nek onder water gaat, waarbij alle lichaamsdelen zoals knieën, voeten, buik en schouders voor 30 seconden onder water blijven. Dit kan je niet in een boek leren. Je moet het ervaren. Je moet soms gewoon voelen dat je spanning hebt of dat je een kick ergens van krijgt. Of dat je iets eerst niet durfde, maar doordat de groep je heeft aangemoedigd dat het dan beter gaat. 3, 2, 1. Doortrekken. Ja, trekken, trekken, doortrekken, 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 doortrekken. Ja, was eigenlijk heel leuk. Het laat eigenlijk aan ons best wel de praktijk zien van het HRM. Het is gewoon heel anders als les, weet je wel. Je bent nu gewoon in de praktijk bezig. En het gaat, zeg maar, met school zijn we hier nu ook mee bezig. Daarom doen we dit. En het is leuk om het dan gewoon een keer in de praktijk te zien.